Hallo kijkers, volgende zie je echt. En welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Patricia en mij. En dit komt medeplicht. Dit komt gewoon omdat Bart vandaag niet kon. Dus hebben we geen kip vs pumpkin. Dus heb ik Patricia gevraagd om weer mee te doen. En we gaan vandaag de minigame doen. Minor War. Maar er zit nu een wolk door het bordje heen. In ieder geval, dit is Minor War, jongens. Alleen die volk, dat hoort er niet bij. En Patricia, waar gaan we in? Nog nergens in gaan, hè? Je moet namelijk even kijken. Ja, hier. Deze. Wel. Deze. Oké. Okay. Ah, jij bent er. Zit erin. En ik zal je een beetje uitleggen hoe je het doet. Je moet namelijk, je moest cake pakken. Heb je dat gedaan? Oh, nee. Er staat namelijk allemaal opdrachten. Wat je moet doen. Zo snel mogelijk. En dan win je de minigame. Oh, nou wat moeten we nu doen? Coco Bean on Wood plaatsen. Ah, jammer. Nee, deze persoon heeft hem al. Nee, ik heb gewoon verloren. En jij? Ik ook. Ik snap hem niet. Waar ben je dan? Ik zie jou helemaal niet. In de lijst staan. Dus jij ga eens terug naar Slash Hub. Jij ook? Ja, ik ga. En dan zit ik in Hub 1. Hub 1. En dan yes. Minor Wear snel naartoe. Ik wil graag eentje die net gaat beginnen. Dus ja, snel, deze gaat nu beginnen. Welk? Ben je er al dan? Nog niet gaan, hè? Ja. Deze is namelijk zo voorbij. Deze boss minigame ding. Deze spleef? Ja. Maar zometeen, nu nog niet. Waar ik voor sta? Ja. We lopen er direct in. Kun je even shiften? Ready for new round. Ben je er al in? Ja. Ja, jij? Ja, ik ook. Eindelijk zitten we dan nu bij elkaar. Ga springen. Hey, we gaan beginnen. Wat ben je aan het doen? Chip aan het eten. En zit je erin of niet? Ik zit niet. Ik zie jou wel, alleen. Wat moet je doen? Oh. Maar waarom zie ik jou niet dan? Ik zie mezelf ook niet in de lijst. Maar je bent er wel. Ja. Want ik zie jou niet. Kijk, hier, voor je. Ik spring. Maar ik zie echt helemaal niemand. Ik zit er wel in hoor. Oké. Okay. Zie je me? Ja, nu zag ik je. Je moet blijven leven. Ja. Nou niet. Ik ben dood. Oké. Okay. Lekkere chipie hoor. Ja, het is hier heel gevaarlijk. Hoppakee, ik heb gewonnen. Ik heb iedereen verslagen. Iedereen. Nee, mij niet. Don't fall in the void. Oh god, nee. Nu doen we TNT run. Ja, ik ben af. Heb je dat ook al gedaan? Of ben je ook af? Nee. Ik ben hier goed in, weet je. Ik begrijp niet waarom jij steeds niet in die lijst staat. Maar ik zie jou wel. Ah, ik ben dood. Ja, ik zag je net vallen. Ja, hier. Jij staat gewoon voor me, maar jij staat niet in de lijst.
Ja, dat maakt waarschijnlijk. Dat maakt niet uit, als ik maar mee kan doen, toch? Heb je al een keer gewonnen of niet? Zombies heb jij niet ontweken. Kan je mijn skin zien? Kan je mijn skin zien? Ja. You lost the minigame. Eh? You are the mayor. Hey, vind je... Don't die. Wow. Okay, gaan we weer. Ik ben direct al dood. Pas op, Daniel. Twee mensen. Eén mens. Ah. Oh. Huh? Wat voor skin maar heb ik? Vind je het cool? Nee, niet echt. Sorry, maar... Maar, oké, okay, wat voor... Oh, wat is dit? Waarom deze weer? Oh, omdat die leuk is. Ik weet het is random, maar waarom deze weer? Hadden ze geen betere kunnen verzinnen? Hop. Nee, komt hop, niet. En hop, en hop, en hop. Oh! Oh! Wat, heb ik skills? Ah, oh, ik viel. Nee, ik had skills, maar ik viel. Kom op, Daniel. Bijna. Iemand die blijft gewoon de hele tijd shiften, dat ga ik ook doen. Oké. Okay. Och, waarom steeds deze? Hij voelt de zombies. Huh? Ik zag niks. Oh god! Nou, ik... Ja, ik ben hier aan het wegrennen voor een zombie. Oké. Okay. Ik weet dat ze achter me aan zitten. En dat is het ergste. Dat ik weet dat ze achter me aan zitten. Ah, jammer. Als ik 1 seconde langer was overleven, ja. Ik heb wel 1 punt. Splief. Oh. Wow. Oh, ik ben gevallen. Jij ook? Nee hoor. Oh, ik wel. Ik ben niet goed in. Ja, ik maakte bijna mezelf dood, maar... Mijn parkour skills weer, hè? Leef jij al of nog niet? Ik bedoel, leef je nog? Iedereen gaat in me staan. Ja, maar ik zie jou. In het hoekje. Hier! Oh, daar! Ik zag je niet, omdat iedereen in jou ging staan. Precies! Oké, wat gaan we nu doen? Don't fall into... Waarom die weer? Ik had meer... Hé, hey, jij ook hier. Ik had meer variatie verwacht, maar oké. Okay. Patricia, wat vind jij ervan tot nu toe, van deze minigame? Leuk. Ja, ik alleen je moet shiften. Oh, je moet shiften, oké. Okay. Hallo jongens, ik ben aan het shiften. Ik doe dat heel snel. Ben je al dood? Ja. Ik ben aan het kijken hoe jij het doet. Val erin. Ik bedoel, dat is jij. Doe het goed. Doe het goed. Laat iedereen van jou winnen. Verliezen. Ah. Gewonnen? Ah, ik heb gewonnen! Oh, je staat er ook echt in nu. Oké, okay, nu moet je gewoon over de blokken heen lopen, volgens mij. Ja. Mm-hmm. Ik sta eindelijk bij de lijst. Woehoe. Ik sta boven jou. Oh, man. Ja, met 1 punt, hè. Welke kleur ben ik? Ja, maar ik ga... Oh, bijna. Ik begrijp niet hoe de meesten dat doen. Ik loop gewoon maar rond. Don't fall in the void. Shift nu ken ik het. Ja, dat is de truc. En de hele tijd bewegen dan? Ja, anders... Nou, ja, dat is wel slim. Het blokje onder je kan weggaan. Oh, nee, toch niet. Oh, jawel, toch wel. En als het blokje onder je weggaat, wat dan? Dan moet je snel rennen en dan zo, wat ik deed. Oh, dat ging al bijna mis. Oh, ik ben gevallen. Ik probeer die te winnen.
Yes! Hoppakee, ik sta hoger in de lijst dan Patricia. Splief! Wow, gast, dit is altijd... Ai! Zo, Patricia, laat me jou een tip geven. Bij Splief is het niet de bedoeling van wie het snelste in de void springt, maar wie anderen zo snel mogelijk in de void laat. Weet ik. Oh. Oh, hij haalt mij. Ik sprong en toen, ja. Maar jij staat niet meer in de lijst, of wel? Oh, jawel. Helemaal onderaan, bijna. Maar void de zombies. Ja, ik ken het trucje nu. Ik weet namelijk... Ja, wat is het trucje? Nou, er is een bepaalde weg die je kan lopen. Nee. Dat is geen truc. Want de zombies kunnen daar ook zitten. Nou, ik heb in ieder geval 2 punten. 2 hele puntjes. Ah. Nee. Ik heb verloren. Heb jij verloren? You lost the minigame. En wat is nou zometeen de boss minigame? Oh god, nee, niet deze weer. Ik snap deze wel. Ja, maar ik snap niet hoe je dat moet doen. Wow. Oh, de meeste is voor mij. Welke kleur ben ik? Ah, you lost the minigame. Ik heb wel 63 blokken gepaint. Oh, ik heb 50. Avoid zombies. Alweer. Die zegt zo iets. Ik ben op dezelfde plek. Misschien moest ik niet naar een zombie toe lopen. Ik probeer hem namelijk te slaan, maar dat werkt niet echt. Ah. Dus ja, leg eens uit hoe het bij jou gaat, want dit is hier een beetje saai met elkaar. Want ik zie hier een man in een bikini. Hij is gek, hè? Ja, die vind ik eng. Oh, ik heb gewonnen! Oh, jij hebt gewonnen. Er zat een zombie achter me aan. Oh, nee. Patricia zit nu boven mij. Eentje, oh, wauw. Dus ja, dit ga jij niet menen. Oh, bijna. Ik ga expres shiften nu. Ik ook. Ga weg, Patricia. Val naar beneden. Val. Vallen. Vanzelf. Vallen. Vallen. Ik hou je in de gaten. Een blok achter mij verdween. Ja, bij mij had ik het ook. Nee! Dat meen je niet. Ik heb dit. Jij ook? Bosround. Splee. Oh ja, het is nu niet de bedoeling om te gaan shiften, hoor. Juist wel shiften. En jij hebt gewonnen. Nou, eigenlijk hebben we gelijk gespeeld. Niet als ik deze win. Ah, bedoeld, slaper. We hebben gelijk gespeeld, je. Nee, ik sta hoger dan jou, dus ik heb 1% meer dan jou. Ik kom nog een keer. Het is leuk. Nee, want het is een beetje te laat. Kom naast me staan. Dan gaan we aflevering afsluiten. Of ik kom naast jou staan. Op het midden, hier. Voor de grote verliezer. Gaat weer beginnen, hè? Ja. Dus jij snel naar slash hub, want dit is geen goede plaats. Oh, ik ben er al. Slash hub. Hup. Nee, ik moet verder. Ik ben in hub. Wereld 1. Hub 1. Ik ben nog niet in de voicer. Ik bedoel... Ach, je snapt me. Nou ja. Dus ja, kom je eraan of niet? Ah, los. Kom je eraan? Kom je nou, ja of nee?
Ah, ik ben dood. Kom je eraan? Ja, ik kom. Wow, waar ben je? Hier. Hoe kom je daar? Zo dus. Aha, ik ben hoger dan jou. Maar kijk eens, ik sta goed. Terwijl Patricia hier gaat pronken omdat ze hoger gaat, ga ik tegen jullie zeggen. Kijk eens, doe een duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. Abonneer ook even op BFF Games, linkje in de beschrijving. Abonneer ook even op mij als je nog niet geabonneerd bent. En dan vraag ik aan Patricia. Patricia, heb je nog wat te zeggen? Ja, doei! Doei!